Er heerst met name onder de aanhang van populistische partijen al jaren een groeiend wantrouwen tegen de overheid, politiek, media, wetenschap en het rechtssysteem. Ook de NOS heeft daar als nieuwsinstituut mee te maken. En ook hun eigen oudsportpresentator Jack van Gelder keert zich nu tegen hen. Hij stelt dat de omroep niet objectief is. Jack doet zijn beklag in de Oranje Zomer uitzending van gisteravond, namelijk als het over de tatoeage van NOS-presentatrice Iris de Graaf gaat. Nou, ik vind dat het minst kwalijke op dit moment bij de NOS, zegt hij over die... Gastvrouw Helene Hendricks, hahaha. We hebben drie minuten. Brand eens los. Jack, als die tatoeage het ergste is. Als ze nu ook eens een keer goed naar objectieve nieuwsgading gaan en werkelijk het nieuws brengen zoals het is, en niet vanuit één bron, dan mag ze van mij ook een tattoo rond, Jan Joost van Gangelen, die tevens voor de NOS heeft gewerkt, praat eroverheen en grijpt terug op die tattoo. Het ligt er een beetje aan in welke branche. Als je bij serieuze nieuwsgadering echt zo'n heel opvallende tatoeage ziet, waardoor je de hele tijd denkt: waar gaat het journaal eigenlijk over?, dan vind ik het. Al met al beschuldigd. Jack de NOS van niet-objectieve berichtgeving, maar ondersteunt dat verder nergens mee. Helene, ik ga even nadenken over jouw woorden, Jack. Daar gaan we morgen eens even lekker uitgebreid over.